kijken naar een nieuwe video. En ja, we hebben het heel erg druk. Dus we zijn al een tijdje bezig op Horse Event. Ik zit in de stand zoals jullie kunnen zien. En ja, het is nu net even rustig. Ik kan het laten zien. Er is nu even niemand. We zijn aan het kijken bij een show. En ik heb nu dus even tijd om de video te openen. Nou, we gaan jullie vandaag proberen mee te nemen op Horse Event. We moeten twee keer bij Paardenpraat iets doen en één keer een show geven. En ja, we gaan jullie meenemen. We zijn druk bezig in de stand, we zijn wat dingen aan het maken en kijk eens wie er is. Romy! En we vroegen net al even hoe het met haar ging, maar het gaat weer goed met je. Ja. Ja, en ben je er vandaag alleen? Nee, morgen ben ik er ook. Vandaag ben ik voor school aan het helpen in de stand. Oh ja, je bent voor school hier. Welke school zit je? Wel. Ah, oké. Okay. Ja. En morgen ga lekker zo. Morgen ben ik bij de GoSocial en ook bij de Meet & Greet. Je zit daar, als je daarheen wijst zo, de GoSocial stand. Daar. Nou, superleuk! Ja. Ja. We hebben iemand in de stand en die komt een handtekening vragen. En wat is je naam? Anouk. En je hebt een mooi shirt van Daniela aan, zie je. Ja. Superleuk. Over onze show, dus dat is allemaal geregeld. En nu gaan we onderweg naar onze Q&A bij de Paardenpraat stage. En ja, ik ben een beetje zenuwachtig, ik weet niet waarom, maar het, het is nog niet komen. Het is nog niet heel erg druk op de vrijdag, nee. Dus we hopen dat we wat vragen kunnen gaan beantwoorden. Kijk, het is achter, het is best wel rustig. Ja. Dus we zullen het zien. Ja, er zijn gewoon niet zoveel kinderen op de vrijdag, maar goed, we gaan het gewoon doen. En het is ook best wel warm hier. En voor de kinderen natuurlijk gewoon ook. Eigenlijk moeten de kinderen ook gewoon naar school op vrijdag natuurlijk. Ja. Dus de kinderen die hier zijn, die hebben vast iets kunnen regelen. Maar, we gaan het zien, we gaan er gewoon even heen lopen. Ja. Net iemand die gaat helikopter vliegen met de ding. Ondanks dat het zeg maar de vrijdag is, is het wel vrij hectisch, vind ik. We hebben nu nog 50 minuten om de paarden klaar te maken. Het is ongeveer een kwartier lopen. Nou, we willen ons ongeveer 10, 15 minuten van tevoren melden, want we moeten ook nog wat ballonnen opblazen. Dus dat betekent dat we nu nog 20 minuten hebben om de paarden klaar te maken, even de joppers schoon te maken en sterren erop te doen. Daar loopt JD met de boldercar. En we gaan gewoon even wat moois van maken. JD vertelt net dat Bo serieus net nog met haar hoofd in de poep heeft gelegen. Kijk dan even. Oh, oké, okay, maar daar hebben we een speciale spray voor. De clean spray. We gaan het even fixen. En ik hoorde net deze kleine man al hinniken, maar toen had ik de camera nog niet aan. Maar hier staat kleine Rief. Oh, hij hinnikt weer. Hij heeft ook hooitjes in zijn haar. Oké, okay, we gaan hem ook even klaarmaken. Ja! Niet zo met je neus doen, dat ziet er toch gek uit. Zo, we gaan nu onderweg naar de ponypiste. De paarden zijn klaar. Jij maakt veel lawaai. Ja. Oh, jij bent Ziggy. JD die balt een heel klein beetje, want Bo is dus net nog even gaan in de poep gaan liggen voor de show. Terwijl ze eigenlijk een deken op had. Dus hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heeft ze gewoon de flapjes opzij gedaan? Maar goed, het maakt niet uit, want het is dadelijk weer in mijn voordeel. Want dan heb ik gewoon een punt extra voor de verzorging. Wat ben je knap. Ho. Schopt een paard tegen de box. Oeh. Ho maar. De kleine man heeft zijn nieuwe pennyhalster om. Die heeft hij gekregen, want zijn andere was gewoon echt al aan vervanging toe. Zo vaak gedragen. En hij heeft een bloemetje in. En ik ga zo meteen wel laten zien hoe we de ster op de kont hebben gedaan. We zijn nu ongeveer op een derde van ja, het stuk wat we moeten lopen tot aan de ponypiste. De kleine man loopt mooi mee. En ja, ik heb er echt super veel zin in. Altijd wel een beetje zenuwachtig voor Horse Event. En ja, ik wissel nogal eens van paard. Jay heeft natuurlijk altijd Bo mee. En Revenge is hier nog niet geweest.
En wat net wel heel grappig was. Ja, grappig, maar ik vond het soort van grappig. Hij was een beetje in paniek in de stal. En waarom? Omdat zijn vliegendeken op een baal stro lag. En ik dacht echt van, oh, die deken heb je echt al 2 jaar. Maar hij was helemaal... Hij was helemaal aan het draaien en aan het doen. En ik dacht, zo ken ik je niet. Maar goed, betekent in ieder geval wel dat hij goed wakker is en veel energie heeft. Hoop ik. Zodat ik straks ga winnen van JD. Herif! Herif! Die van mij zit te proesten. Oh jee, wat gaat er gebeuren als ik hem loslaat? Oh, druk de tap. Oké, goed antwoord. Oh, ik was even bang dat de show niet door zou gaan. Omdat Bo niet meer verder wou. Kleine man, ik ben zo trots op jou. Jongens en meisjes, Joyce en Jay die mogen ook draaien, dat van alle kanten het te zien is wie de gekste bekken kan trekken. Wie kan de gekste bekken trekken? 2, 1, go! Goed opletten. Ja, als eerste is Bo. Nou wordt het spannend hoor. Oh, oh. Ze leiden elkaar ook wel een beetje. Nou, volgens mij, Joyce, zag ik dat die ging zitten. Wie is dat? Wat heeft hij het goed gedaan? Ik zou nog even zijn sterren filmen, want daar kwamen we net niet aan toe. Hij heeft goud-gele sterren. Geel-goud, goud-gele sterren. Oké, wij moeten weer verder gaan. Wil je nog even zwaaien? Doeg! Bootje. Bo. Bo. Hi. Kleine Rief. Hi man. Wat hebben jullie het goed gedaan? Goed gedaan. Oké. Oeh, ik ben echt een beetje oververhit. Het is super warm. En binnen is het ook echt mega warm, dus mocht je nog een horse event toekomen... Oh, wacht even, ik moet wel even scherp. Ja. Mocht je een horse event toekomen, doe een t-shirt aan, want het is echt heel warm. Nou, ik heb net met Beatrice inmiddels ook gekomen. Hebben wij na de show even Revenge en Bo weggebracht. Weer naar het stalletje en even hooi gegeven en water. En nu lopen we weer terug naar binnen. Ik ga zo even laten zien hoe het hier eruit ziet, want kijk. Dit is echt... Hier staan de stallen, daar is een piste. En dit is de binnenhal en wij gaan hier zo in een van die deuren naar binnen. Want wij moeten zometeen weer naar de paardenpraat steeds. Want we gaan meedoen met een quiz. En samen met een aantal andere paarden YouTubers, super leuk. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus kijk weer met ons mee. Nou, we zijn weer binnen. En hier is de Go Social stand. We hebben zelf ook een meet and greet gehad, maar helaas konden wij niet bij zijn omdat wij zelf een show moesten geven. En hier is Horse Charms en daar is de paardenpraat steeds dus super dichtbij. Even kijken wat Joyce aan het doen is. Oeh. Joyce zit hier. Hoi. Ja, het is super warm, zei ik net ook al. Oh, ligt erbij, Penny. Zal ik even heen lopen? Hij over allerlei hindernissen kan springen wat ik nooit zou kunnen. Nou, bij deze heb je een uitnodiging. Is dat zo? Ja. Doen we dat? Vinden jullie dat cool? Je hebt toch wel een automatisch paard. Ik hoef nog alleen maar te zitten. Ja, zeker. Oh, heel fijn, heel fijn. Nou, mijn naam is Joyce de Vos en normaal vorm ik een duo met mijn zusje JD de Vos. Dus dat wordt nog leuk strijden met elkaar. Joyce en JD zijn zussen, maar die strijden nu tegen elkaar. Dus eigenlijk een beetje zijn recht, hè? Ik strijd ook altijd met mijn zusje. Dan doen we dat hier ook. En nou ja, wij komen even aan van op dit soort evenementen. En we zijn sinds kort ook Penny Vloggers. Dus wie weet heb je dat filmpje gezien. We hebben het zakje ook gedaan. Dus de nieuwe Penny Vloggers. De nieuwe Penny Vloggers. Dus ja, dat waren. Even kijken, mag ik het woord aanleuning? Aanleuning. A, A, N,
goed is. Hartstikke goed. Nou, is het wel grappig dat jij dit woord krijgt, want dit hoort eigenlijk bij Jordi en Jordi's woord hoort eigenlijk bij jou. Oh jee. Het woord is namelijk martingaal. Oké. Okay. M-A-R-T-I-N-G-A-A-L. Ja! Yeah! 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 Willen jullie nog wat doen? Oh nee, dat gaat wel. Maar Joyce, in deze ronde moet je vragen beantwoorden, maar mag je geen ja, nee of zeggen. Oh, daar ben ik heel slecht in. Joyce kan ik zeg altijd. Zij zegt altijd Oké, okay. Zeg het dus even Mag het nu nog? Ja, nu? Ja, leer het even af. Doe het even Maar ja. Klaar. Nu is het afgelopen, nu mag het niet meer. Ready? Nee. Ready hoort het er nog niet bij. Ja, dit wordt het. Heb jij een iPhone? Ik heb een Samsung. Jullie zijn allemaal jury, hè? Als ze ja of nee of u zegt en ik let niet op, dan doen jullie heel hard roepen, hè? Gelukkig. Heb je Instagram? Ik heb Instagram. @JoyceDeVos_ Nee, @JoyceDeVos_DeVos. We zijn mee. Nee! Ja, ja, ja. Oké, nou. Oké. Mag ik een nieuws nog toevoegen? Oké. Braaf. Oké, ik denk dat hij ons kan. Zoals jullie weten, zit onze allereerste show. En we zijn echt al weken aan het trainen. En hij is met alles super braaf. Alleen toen begonnen we van de week echt met keihard muziek te oefenen. En toen begon het ineens heel spannend. Maar ja, we hebben gewoon net zo lang blijven oefenen tot hij. Ik heb hier twee meiden in de stand. En hoe heet jullie? Emma. En? Ja. En ik vind het super leuk, want ze hebben echt geweldige stokpaarden mee. Een fjord met een westernhoofdstel. En wat is dit voor paardje? Checker. Ja, ook met een geweldig hoofdstel. En ze hebben zojuist een halstertouw gekocht. En die ga je gebruiken als? Als rondje met touw. Nou, super leuk. Dankjewel. Oké, we zijn even overgegaan op telefoon, want we hadden niet meer genoeg ruimte. En we hebben net snel wat gegeten en Joyce was nog druk in de stand, dus we hebben voor haar even een bordje. Oké, okay, ik wil jullie even vragen, willen jullie mijn avondeten even een cijfer geven? Kun je even vertellen wat erop zit? Bietjes, boontjes, aardappelpuree, salade en een broodje met kruidenboter. En laat even achter als jij ook vegetarisch eet. Ja. En, roze, en zo ziet het eruit. Alle stands worden nu dicht gedaan. Hier die van Fenne. Alles wordt nu dicht gedaan, want het is 8 uur geweest en dan gaan wij zo even nog de paarden verzorgen en dan gaan wij naar een camping waar we met een aantal paarden YouTubers in huis zitten. Dus super leuk. Ja, ik lief. En dan de paarden gaan af. Look at this.